Toeristen die met de veerboot naar Terschelling gaan merken er weinig van. Maar er hangt een grimmige sfeer hier in de haven van Harlingen. Sinds de jaren 20 vaart de bekende rederij Doekse passagiers van Harlingen naar Vlieland en Terschelling. Maar in 2008 is er een tweede rederij bijgekomen, de EVT, oftewel Eigen Veerdienst Terschelling. Die beperkt zich tot het bootvervoer tussen Harlingen en het eiland Terschelling. De eerste concurrent voor de grote Doekse. Wat is de EVT? EVT is een veerdienst van en voor en door Terschellingers. Waarom was het nodig om een eigen veerdienst te starten? Nou, omdat wij toch merkten dat de monopolist behoorlijk arrogante trekjes begon te vertonen. Een prijsstelling die alleen maar jaarlijks omhoog gaat. Overvolle boten, afvaarten uit de dienstrooster halen, serviceverlening die afnam. Dus met andere woorden, genoeg reden om te zeggen van dat kan veel beter. Maandag 28 augustus 2008 vaart de EVT voor het eerst uit. Opgericht voor en door eilandbewoners. Het is te hopen voor die jongens dat het lukt, maar u hebt uw twijfels. Ik zet daar vraagtekens bij, ja. Hoe reageerde Doekse op jullie komst? Nou, niet met open armen. Het is natuurlijk nooit leuk om een concurrent erbij te krijgen. Maar goed, marktwerking, concurrentie, het is overal. Dus dat het hier gebeurt is ook logisch, maar ze juichen het absoluut niet toe. De EVT heeft alle benodigde vergunningen. Maar het wordt de nieuwkomer onmogelijk gemaakt om te varen. Nou, door de idiote regelgeving. Het wordt ons pertinent onmogelijk gemaakt en we kunnen eigenlijk maar één keer op een dag heen en weer. Die idiote regelgeving zit verborgen in de zogenaamde venstertijden. Venstertijden zijn de tijdstippen waarop veerboten mogen aanleggen in de haven. En die zijn niet in het voordeel van de EVT. EVT mag namelijk een uur voor aankomst en een half uur na vertrek van rederij Doekse niet in de haven komen. Dat maakt het onderhouden van een betrouwbare dienstregeling zo goed als onmogelijk. Er gebeurt helemaal niks. Nee, precies. Dat is nou exact hetgene wat wij al jaren aan het daglicht proberen te stellen. Dat een uur voor aankomst van de veerschepen van rederij Doekse hier op het hele haventerrein niks gebeurt. Je ziet een lege rijksaanlegging voor de veerboot Vlieland. Je ziet een lege rijksaanlegging voor de veerboot naar Terschelling. En een uur voor aankomst mogen we helemaal niks. Het is 8:30 in de ochtend. De eerste boot van de dag van rederij Doekse legt aan. Deze boot brengt dus een venstertijd met zich mee van een uur. Dus het hele uur voor aankomst, dus al om 7:30, mogen we er al niet liggen. Er gebeurt helemaal niks. Zoals je nu ziet, gebeurt er nu ook helemaal niks. En nu mogen we er ook niet liggen. De volgende boot van rederij Doekse komt zo meteen binnen. Die brengt ook weer een uur met zich mee. Dus ja, de hele haven zit op slot. De hele haven zit op slot. Wordt EVT bewust tegengehouden? In 2009 schrijft Rijkswaterstaat in een rapport dat de venstertijden aan de ruime kant lijken. Dit wordt besproken in de commissie Bootdiensten. EVT is daar niet welkom, maar wel de gemeente Harlingen, Terschelling en rederij Doekse. Peter Struik van Rijkswaterstaat leidt het overleg. Goedendag, kom voor de heer Struik, Pieter Hilhorst, varenombudsman. Hij was 2 jaar geleden erg te spreken over het aanpassen van de venstertijden. Die worden wat geoptimaliseerd, kun je zeggen. We hadden vrij ruim, hè, want het was een nieuwe situatie, dus het was wat vrij ruim bepaald. En nu zeggen we, joh, dat kan iets krapper, waardoor EVT, een medegebruiker, ook meer gelegenheid krijgt om ook te varen. Herinnert u zich nog wat u zei op de televisie toen u dat rapport presenteerde? Nou, niet meer letterlijk. En ik heb het ook niet meer nagekeken. Oké, dan laten we het nog een keer zien. En nu zeggen we, joh, dat kan iets krapper, waardoor EVT, een medegebruiker, ook meer gelegenheid krijgt om ook te varen. Wat is er misgegaan? Om afspraken die je gemaakt hebt met meerdere partijen, hè, om veilig en betrouwbaar naar de eilanden te varen, om die afspraken aan te passen, moet je met verschillende partijen die betrokken zijn nieuwe afspraken maken. Noemt u ze eens. Welke partij laat dwars? Ik ga op die vraag niet in. Het is complex, het is moeilijk. Iedereen heeft met zijn belang en redenen te maken. En het is moeilijk. Maar er is één partij die er belang bij heeft om de afspraken te laten zoals het nu is. Dat is namelijk rederij Doekse. Want met de huidige afspraken kan de EVT nauwelijks heen en weer varen. Gelden die regels ook voor Doekse? Nee.
Nee, voor Doekse schepen gelden onderling, denk ik, venstertijden van een halve minuut of een minuut. Ja, als je bijvoorbeeld hier top zomer ziet hoeveel schepen Doekse dan heeft varen, dan is de hele vloot in beweging. Dat zijn soms afwisselend 5, 6 schepen. Nou, dat gaat binnen 5 minuten komen ze aan en vertrekken ze. Dan is het net Schiphol. En als je nu ziet, dan is het wachten op de volgende Doekse boot. Maar voor EVT geen ruimte. Af en toe moet EVT langer wachten, omdat we met Doekse een contract hebben gemaakt die de zekere verbinding naar de eilanden garandeert. Af en toe moet EVT langer wachten. EVT kan maar 1 keer per dag varen. Dat is toch niet af en toe langer wachten? Dat is de hele dag langer wachten. Maar wij zouden structureel met ons hoofdschip, de Spathoek, en het reserveschip, de Stortemelk, toch minimaal 5 tot 6 afvaarten per dag moeten kunnen maken. De EVT loopt naar eigen zeggen jaarlijks 3 miljoen euro mis. In de afgelopen jaren is die schade opgelopen tot wel 12 miljoen euro. Wiens schuld is dat nou? Het is de schuld van het Rijk in combinatie met de rederij Doekse. Die houden elkaar de hand boven het hoofd. Die houden elkaar de hand boven het hoofd, maar het Rijk moet toch neutraal zijn? EVT wist vorig jaar de hand te leggen op interne e-mails. Correspondentie tussen Rijkswaterstaat en de rederij Doekse. Volgens EVT heeft Doekse een behoorlijke vinger in de pap. Nou, wij denken dat in dit dossier rederij Doekse met een vetorecht aan tafel zit. En als die zegt dat gebeurt, dan gebeurt het. En als die zegt dit gebeurt niet, dan gebeurt het gewoon simpelweg niet. Maar het beeld dat Rijkswaterstaat eigenlijk zijn oren laat hangen naar de grootste speler, klopt dat? Nee, dat vind ik niet. Rijkswaterstaat laat zijn oren hangen naar de eilanders en de toeristen die daar naartoe willen. Maar de eilanders willen juist hun eigen veerdienst. De eigen veerdienst ter Schelling. Op naar Den Haag, want bij Rijkswaterstaat komen we geen stap verder. Love. Exciting and new. Op dit moment is er geen sprake van een gelijke strijd tussen Doekse en EVT. Wat je hebt is dat de ene, Doekse, die kan mede de voorwaarden bepalen waarop de andere mag concurreren. Nou, dat is geen vrije markt. Want het kan niet zo zijn dat één rederij, die eigenlijk zelf ook nog mee mag praten en mee mag beslissen, de andere zodanig gaat blokkeren dat die helemaal niet meer kan functioneren. Daar zou je de minister zeg maar op kunnen aanspreken en zeggen van, gaat u dat doen? Dat gaan we dan doen. Ja. Wat hoopt u dan te bereiken? Wat we dan hopen te bereiken is dat je meer ruimte kunt maken of dat ze tot goede gezamenlijke afspraken kunnen komen. Kijk, daar kan ik wat mee. Ook vraag ik opheldering bij de firma Doekse. Via een mail laten ze al weten niet mee te willen werken. Dat begrijp ik niet, dus ik bel de directeur Jan-Willem Doekse. We hebben duidelijk naar jullie gecommuniceerd wat onze positie is en daar wil ik het mee laten. Maar wij vroegen ons alleen af of omdat Rijkswaterstaat vond dat de venstertijden konden worden geoptimaliseerd, dus meer ruimte voor EVT, en of jullie dat tegengehouden hebben. Ik heb daar geen commentaar op wat ik jou gezegd heb. Maar dat is toch duidelijk of u hebt dat gedaan, of u was er voorstander van, of u was er geen voorstander van. Waarom wilt u daar geen commentaar op geven? U hebt een antwoord gehoord. Het is ons een compleet raadsel. We strijden er al jaren tegen. We strijden al jaren voor een betere behandeling hier in de haven van Harlingen. Er wordt continu wat bedacht om het eigenlijk voor het medegebruik, voor zover je de term medegebruik kan gebruiken hier, wordt het pertinent onmogelijk gemaakt. Het enige wat wordt gevraagd, maak een beetje ruimte. En die ruimte is er ook, want u hebt zelf geconcludeerd dat het veilig kan. Ja, en vervolgens zou je dat moeten omzetten in nieuwe afspraken. Daar heb je alle partijen voor nodig. En dan zegt Doekse nee. En dan komen partijen er niet uit om daar nieuwe afspraken over te maken. En dan is Doekse zo groot dat u niet met uw vuist op tafel durft te slaan om te zeggen, doe eens eerlijk, geef die nieuwkomers ook een kans. Ja, waar het hier om gaat is dat er geen gelijk speelveld gecreëerd wordt. Er is één grote maatschappij, Doekse, die mede de voorwaarden mag bepalen waaronder die andere kleinere maatschappij kan concurreren. Nou, dat win je natuurlijk nooit als jij als kleine maatschappij tegen een grote op moet die de voorwaarden kan bepalen. Maar het lijkt oneerlijke concurrentie. Ik ga nu Kamervragen stellen. En ik zal de minister vragen om rederij EVT net zo'n eerlijke kans te geven als Doekse. Maar ik heb het liefst dat rederijen samenwerken. Samenwerken. Ja, dat klinkt heel mooi. Maar lijkt me vrij onwaarschijnlijk. De strijd zal nog wel even duren. Hoe lang kunnen jullie deze strijd met Doekse en het Rijk daar nog volhouden? Nou, we hebben de tanden er nu in staan. En ik ben nog niet van plan los te laten. Jullie gaan volhouden. Volhouden. Totdat we er zijn. En dat gaan we redden.